Eeuwenlang was Westerwolde één van de meest geïsoleerde gebieden van Europa. Dwars door het moeras liep een brede zandrug die gebruikt kon worden voor handel. In de 15e eeuw verrees op die zandrug een kruisherenklooster, dat de naam Huis van het Nieuwe Licht zou gaan dragen. Al tijdens de bouw van het klooster raasde de reformatie door ons land, gevolgd door de politieke onrust van de 80-jarige oorlog. Het klooster ging, net als de rest van het gebied, een turbulente tijd tegemoet. Westerwolde speelde namelijk een belangrijke rol in het begin van de 80-jarige oorlog en in de vorming van de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Nederland in Westerwolde is ontstaan. Willem van Oranje had zijn broers Lodewijk en Adolf opgedragen Noord-Nederland te veroveren. De broers staken bij Bellingwolde de grens over en namen de burcht van Wedde in. Daar bereidden zij de slag bij Heiligenlee voor. De slag die vaak wordt gezien als het begin van de 80-jarige oorlog. Al vroeg in de oorlog begonnen de opstandelingen met de aanleg van een aantal schansen. Deze verdedigingswerken kwamen langs de Duitse grens te liggen. De eerste vesting die gereed was, was Bourtange, die de belangrijkste toegangswegen door het moeras moest afsluiten. Door de jaren heen werd de vesting meerdere malen versterkt en in de 18e eeuw was de vesting op haar grootst. De vesting is volledig gerestaureerd en ziet er nu uit zoals het in 1742 deed. Een andere vesting die in de 80-jarige oorlog ontstond is die van Oudeschans. Deze werd toen nog de Bellingwolder Schans genoemd en is ontstaan rondom een sluis in de Westerwoldse Aa. Later werd er een nieuwe schans aangelegd. Daardoor werd de Bellingwolder Schans voortaan de Oude Schans. Al sinds de 19e eeuw doet het dorp niet meer dienst als vesting. Maar lopend over de vroegere verdedigingswallen waan je je even terug in de tijd. Choice song.